Hallo, het is vandaag vrijdag en we gaan zo meteen naar Arnhem, naar vrienden van ons. En dan blijven we pitten en dan gaan we nog even gezellig Arnhem in. En zaterdag gaan we naar Fuse Festival in Veenendaal. Zo, ik zal nog even mijn outfitje laten zien wat ik aan heb. Ik heb hier een jurkje aan van ASOS en mijn mooie bandeau van My Jewelry. En mijn Puma sneakertjes, die hebben jullie misschien ook al eerder gezien. Een mooi bosje bloemen laten samenstellen voor Carmen Lauris, waar we zo meteen heen gaan bij de tuinland. Oké, ik moet eerst even mijn festival outfitje gaan pakken. En het is best wel lastig, want het wordt wel lekker weer, maar niet echt blote benen weer. En sowieso gaan we denk ik pas aan het einde van de middag, dus ik kom nog wel af. Dus ik denk wel dat ik voor een lange broek ga. Oké, dit wordt best wel een beetje simpel, maar ik dacht het is wel leuk. Ik heb hier een mooie bodystocking top aan. En mijn pantenprinten riempje. En mijn mom jeans. En lekker mijn all-stars. En natuurlijk mijn leren jasje voor 's avonds als het koud wordt. En misschien doe ik mijn hoed ook nog wel af. Ik weet het nog niet zo goed. Wat vind jij? Met of zonder hoed? Natuurlijk ook wel gewoon leuk. Lastig! Yes, we zitten in de auto onderweg naar Arnhem. En daar gaan wij winkelen bij My Jewelry. Superleuke winkel. Van Sharon en ja, misschien kennen jullie het wel, ze heeft ook een hele grote webshop en echt super veel leuke sieraden, maar niet alleen sieraden, ook kleding. En ik ben nog nooit in een boutique van ze geweest, dus ik ben heel erg benieuwd. Leuk armcandy aan het uitzoeken. Sorry, wat? Huh, sorry. Wie wat? Wat oh. Zijn je van vind je? Niks. Nee, waarom niet? Nou, het doet heel oudbollig aan of zo voor mij. Maar de stok? Ja, nee. Gewoon hoe het eruit ziet dan. Ja, nee. Nou, je moet ook niet op mijn advies varen, hè? Oh. Ik heb één keer spijkerbroek gehad, maar vijf lopen pijn, dus vind je ook niet mooi. Nee? Oh ja, nee. Ik vind juist dat we iets hebben, maar dat is vaak inderdaad, mannen die willen niet zo apart. Die willen altijd gewoon dat het een beetje wat chiquer, ja. Vakker, want net, ja. Vooral strakker, ja. Ja, vooral strakker.
door, then you have magic. Leuk weekend gehad. Fuchsia Store was ook echt te gek. En ik heb dus lekker geshopt zoals jullie konden zien bij My Jewelry. Echt een leuke boutique. En ik wilde nog even mijn aankoops laten zien. Want ik heb veel dingetjes gepast. En ik heb natuurlijk niet alles gekocht. Had ik wel willen doen. Maar ja, je moet soms keuzes maken. In elk geval dit rode velvet jurkje. Echt super leuk. Hij zit echt zo lekker. Ik ga even laten zien. Tada! Dit is... En daarnaast heb ik het luipaardjasje meegenomen. Die is ook een heel lekker zacht stofje. Volgens mij was deze iets van 50 euro. Nou, die staat ook sowieso heel erg leuk hierop. Maar dat hebben jullie ook al gezien in de video. Maar ik dacht, ik zou het nog eventjes showen. Tada! Ja, dat is ook echt super leuk. Ik heb trouwens uiteindelijk mijn festival outfit ook nog aangepast. Want ik heb uiteindelijk niet de outfit gedragen die ik van tevoren had gedacht. Omdat ik natuurlijk bij wat jullie nog zoveel leuks had geshopt. En ik heb ervoor gekozen om deze te dragen. Gewoon lekker met een jeans en mijn All-Stars. Nou, hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Ook een geel. Het is echt een kleur wat ik zelf niet snel zou pakken. Maar ja, ze zeiden van nou, probeer het gewoon eens. En ik moet zeggen dat het echt best wel leuk staat. En ook deze is best wel leuk in combinatie met dit jasje. Nou, en we hebben natuurlijk nog een mooie armcandy geshopt. Zal ik ondertussen ook even een mooie close-up van laten zien. En heel erg blij, ik heb mooie bangles gekocht. Een mooi klein horloge, want daar was ik nou op zoek. En nog een paar leuke kleine armbandjes. Dus, dat was hem. Zoals ik eerder al zei in deze video, ken ik Sharon van My Jewelry, de eigenares en de oprichter. En ik moet zeggen dat ik echt nu nog meer respect voor haar heb. Ze heeft het echt zo goed gedaan. Ik denk dat ik inmiddels haar 5 jaar ken of zo. En ik weet nog dat ze toen zat te twijfelen om te stoppen met haar baan en fulltime voor My Jewelry te gaan. En nou ja, inmiddels is het zo erg uitgegroeid. Ik weet nog dat ze haar eerste kantoortje had. En inmiddels is ze alweer 2 keer verhuisd. Nu heeft ze echt een mega groot pand met allemaal personeel. En ze heeft dus diverse boutiques door het hele land. En nou dacht ik, misschien is het wel heel erg leuk om een keer een interview met Sharon op te nemen om haar verhaal te laten doen. En misschien hebben jullie ook nog wel vragen aan Sharon. Zo ja, laat het even weten in de comments. En nou, wie weet zie ik jou dan binnenkort hier voor de camera samen met Sharon. En in elk geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog, shop, vlog-achtig iets. Ik ben ook heel erg benieuwd wat je van de items vindt die ik heb geshopt. Ik zal sowieso alles nog even linken hieronder in de comments. En thanks voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doeg!